iedereen kent iedereen, maar je kunt ook met de overheid, heb je hele korte lijnen, je kunt heel snel met bestuurders praten, vergunningen gaat redelijk snel, dus ondernemersklimaat is goed in Drenthe. Drenthe is krachtig in Nederland omdat we gewoon zijn. We hebben van alles en we vinden het ook gewoon. Drenthe heeft bewezen dat we in hele korte tijd een enorm evenement kunnen huisvesten en kunnen organiseren, met name ook. Heel Drenthe heeft meegedaan en overal was het feest. 250.000 mensen langs het parcours voor een wielerwedstrijd uit Spanje. Het is geweldig. Hoe een provincie door een Spaans wielerfeestje ineens op kan veren. Het swingt, het is leuk, het is gezellig. Het trots zijn op je omgeving, het trots zijn op je bedrijf, dat kun je samen, Eendracht maakt macht, kun je samen uitdragen. Ik denk dat het belang van de Drenthepreneurs is dat er is een wezenlijke waarde, oftewel de attractiewaarde van Drenthe is zeer groot. Alleen velen buiten Drenthe zijn zich toch nog niet daarvan bewust. Ofwel, je moet ze eerst een keer verleiden en eigenlijk moeten ze hier het koekje een keer gegeten hebben en dan worden ze meer en meer verliefd. Ja mensen, dit is het decor waar we onze jaarlijkse schutterwandeldag organiseren. Duizenden mensen komen dan op de been in dit prachtige landschap. En ik denk, we hebben zoveel te bieden hier in Drenthe, echt zoveel. Laten we met elkaar de handen ineens slaan en laten we krachtig Drenthe naar voren toe halen. Kom op!